Is het mogelijk om de woestijn door te lopen op alleen maar Crocs? Nou, ik denk het niet. Meerdere YouTubers hebben al eens in de woestijn overleefd. Maar als echte survival expert was dit natuurlijk net iets te simpel voor mij. Dus ga ik het doen op alleen maar Crocs. En ik ben hier natuurlijk niet alleen. Ik ben hier samen met Nevio. En besef even dat wij super vroeg zijn opgestaan om deze hele woestijn door te lopen. En we lachen nu nog, maar straks moeten we oprecht janken. Ja, gast, ik heb nu al geen zin meer. Deze Crocs zitten niet eens lekker. Dit wordt zonder twijfel ook oprecht gewoon het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan. En er zijn ook een aantal taken die wij moeten voltooien. Yep, zo moet ik gras aanraken, water vinden en een local laten abonneren. En als het niet lukt, moeten we oprecht de hele nacht doorlopen. En daar heb ik helemaal geen zin in. Maar goed, de moed zat er lekker in. Maar we kwamen gelijk al ons eerste obstakel tegen. We moeten hier nu eerst naar beneden om hier vervolgens overheen te klimmen. En daarna moeten we die berg op, zodat we kunnen gaan verkennen waar we überhaupt heen moeten. En deze Crocs hebben helemaal geen grip, dus dat is heel chill. Zo. Deze dingen vallen zo uit, hè? Ja, dit is oprecht best wel lastig. Ja, oprecht, Tobias, respect, gast. En besef even dat we die berg gewoon nog op moeten. En dat is zoveel erger dan dit kleine stukje. Echt niet normaal. Oh, oh. Oh, en dit is pas de eerste 10 meter. Ah, fuck. Helemaal nu al vies. En nu moet ik hier eerst nog omhoog. Hoe ga ik dit doen? Gelukkig heb ik Crocs. Ah. Oh, oh. Oh nee, oh nee. En we moeten nog 8 uur lopen. Ik ben nu ook al buiten adem. Ik ben helemaal moe. Ik zweet. Nevio heeft zelfs al bloed. Ja, gast. En ik denk als ik vaker zoals net ga vallen, dat het oprecht erg kan worden. En dat we misschien zelfs dood kunnen gaan. Wat Nevio zegt klopt helemaal. De woestijn zit namelijk vol met allemaal gevaarlijke slangen en kunnen er letterlijk zandstormen ontstaan. Wat ervoor zorgt dat we helemaal niks meer zien. En is de zon in de woestijn het scherpste ter wereld. Wat er dus voor kan zorgen dat we een zonnesteek oplopen. Ja, gast, wie bedenkt dit dan ook? Dat was jij, bro. Jij wil mij meenemen hiermee. Kijk hoe hoog die berg is, gast. Oh, zo. Mijn Croc die viel uit. Alweer. Gast, waarom kies je dan zo'n losse schoenen? Nou, maar ik heb er echt een topoplossing voor. We kwamen in ieder geval aan bij deze berg. En ik kwam met het geniale idee om deze te beklimmen om zo het gebied te verkennen. Het was echt geen slim idee om dit op Crocs te doen, gast. Wie bedenkt dit ook? Gast, bij de 1000 likes ga ik dit doen op slippers in de Sahara. Dus even liken. Oh, wow, yo, gast. Gast. Ik kan echt niet meer. Wow, yo. Oh, ik kan ook echt niet meer. Gast, ik ook niet. Maar gelukkig ben ik gewoon een survival expert, dus als wij vast komen te zitten, dan kan ik ons echt wel redden. Kan je ook vuur maken? Ja, ja, ik ben heel goed in vuur maken. Let's go! Wow, yo, we moeten oprecht nog best wel een stijl stuk, je had oprecht gelijk. Zo. Oh, oh, yo, ik val bijna. Als kijk daar omhoog. Dat is niet eens mogelijk om daar omhoog te komen. Ik weet ook niet hoe we dit gaan doen. Het is vermoeiend. Ik heb oprecht ook gewoon echt een kapot slechte conditie. En dat werkt me nu best wel tegen. Oeh. Gast, laat jij maar even zien hoe dat moet. Ik wacht hier even. Ja, is goed, ik ga wel vast. Zo, hoop. De Crocs vallen uit. Kut. Als je valt, lig je gewoon helemaal hieronder, hè? Pas op. Nee, ik heb een lifehack, hè? Mijn Crocs vallen de hele tijd uit. Speed mode, gast. Speed mode. Let's go. Wanneer dit flapje dus naar achteren schuift, wat er letterlijk voor zorgt dat deze Crocs niet meer uitvallen. En het de kans enorm verkleint dat we wegglijden. En dat kan al die tijd al en jij zegt het niet. Oh, ja, ik denk oprecht dat ik het even moet toepassen. Zo, maar ik ga hier van omhoog klimmen en ik ben oprecht best wel snel boven met die speed mode. Dus ik ga even rennen. Oh ja, dat is best wel zwaar. Ik ga niet meer rennen. Oeh. Let's go! We zijn boven. Ik zie alleen maar woestijn om me heen. Ik weet niet waar we heen moeten trouwens. Maar kom maar. Nu is het aan mij en ik ga even die speed mode testen. Misschien kan ik dan ook wel rennen. Ren maar. Kom maar. Oké, okay, kom maar aan. Ik kom maar aan. Oké, okay, wacht daar op me. Ja, ik ga wachten, man. Ik ga wachten. Doei. Gast, wacht op mij. Oh, Tobias, wacht op mij. Ja, rennen, niet wegrennen. Let's go. Nevio! Oh. Je bent de gast. Wow, joh, die speed mode is oprecht fucking chill. Welkom aan de top of ik the mountain. Ik zie echt niks. Ik zie daar misschien kamelen, maar dat is het ook. Gast, waar moeten we heen? Gast, er is hier ook echt helemaal niks. We staan midden in de woestijn. Je had echt misschien een betere route moeten uitplannen. Sorry, maar mijn voorbereiding is niet helemaal goed en we moeten nog terug naar huis. Dus let's go, laten we schieten. Ja, dat klopt. Ik heb namelijk maar 1 flesje water meegenomen wat ons de hele dag moet gaan hydrateren. En aangezien we midden in de droogte zitten, kan dit nog wel eens lastig gaan worden. Dus moeten we enorm zuinig zijn met het water wat we hebben. Gast, het is 30 graden hier. En je hebt maar 1 flesje water meegenomen. Gast, het spijt me. Ja. Ja, ik heb niet meer. Dan hoef ik nou nog niet te drinken, want we moeten nog oprecht lang. Maat. Oh, hij is nu wel half leeg. Hey, de andere helft is voor mij, hè? De andere helft is voor mij. Als je nog 1 slok neemt, dan ik zweer het je. Kom hier. Hey, kom hier, dat is voor mij. Bro, voor mij. Hey, speed mode. Van mij. Bro, let's go. Later. En toen moesten we deze berg beklimmen, maar zo makkelijk ging dat niet. Yo, gast. Besef hoe stijl dit is, hè? Dit is echt gevaarlijk. Dit is niet slim. Waarom doen we dit ook? Oké. Hey, kom maar hoor, niet bang te zijn. Kom maar. Oh, al het zand in mijn hoog. Mooi, joh.
lang leven sportstand. Niet normaal, die wind. Besef ook gewoon dat een zandstorm een van de gevaren is in de woestijn. Ja, want als er plotseling een zandstorm om de hoek komt kijken, raken we oprecht verblind. En wordt het onmogelijk om de weg te vinden en gaan we nooit de loco kunnen laten abonneren. Ik heb een beetje het gevoel dat er eentje aan het komen is. Maar terwijl we deze berg aan het afklimmen waren, gleden we constant weg en vielen er zelfs stenen naar beneden. Wat het nog wel een spannend kan gaan maken voor ons. Bro, ik doe niks, ik gelijk hoor. Dat is het enge. Ik stap niet eens. Wow! Zo, oprecht Tobias. Ik ben buiten. Mooi, oh, dat ging oprecht fout. Dat is misschien wel het domste wat ik ooit heb gedaan. Gras, oprecht. Zo! Er vallen gewoon soms stenen weg. Ja, besef hoe gevaarlijk dat is. Als er eens een steen op mij valt en mijn voet glijdt weg, dan kan ik oprecht daaronder liggen. Maar gras. Nee, Vio. Ja? Zie je wat ik zie? Allemaal stenen, gras. Ik zie gras. Gras, moest je dat niet aanraken? Ja, gras. Bro. Let's go, let's go. Moet ik het ook aanraken? Ja, ja, ja. Gras. Bam, eerste achievement gehaald. Hoe hebben we dit gemist? Deze hele berg zit vol met gras. Huh? What the fuck? Oh, oh. Zo, zo. Oh. Pas op, hè. Als je daar naar beneden valt. Gras, ik kan oprecht gewoon doodgaan. Het is echt heel gevaarlijk, hè. Zo. Oh. Oh. Zo. Hier begint het steeds steiler te worden, zo. Oké. Okay. Ga je doen? Wow. Ah, nee. Ik kan niet stoppen. Gras, pas op. Bro, ik zweer bro, als jij er naar beneden valt, hè, dan zijn we echt fucked. Wow, dat is een van de heftigste dingen die ik ooit heb gedaan. Kijk hoe stijl gewoon. Hier, nee, weer, pas op een steen. Nee, bro. Bro. Pas op, een steen. Nee, niet meer. Bro. Pas op een steen. Bro, nog één, hè. Nee. Bro. Zo. Oké, ik stop. Hop. Zo. Holy shit. Ja, gast. Ik ga echt ziek weer door. Het is niet normaal snel. Als je goed kijkt, kan je letterlijk een spoor zien van mijn twee voeten. Oh, je bent hier ook gegleden? Ja. Let's go. Wow. Wow. Ik heb geen grip. Yo, ik zou echt oppassen, gast. Dit is toch niet normaal? Bro, ik hou oprecht mezelf. Bro, als deze grote steen op mijn hoofd zou vallen. Wow. Besef hoe makkelijk deze steen gewoon loskomt. Gast. Oh, ik zou oppassen, gast. Ik zou... Oh. Gast, als dat op je hoofd valt... Oh, hier zit nu een heel gat. Gast, ik heb hier nu een gat gecreëerd, maar het kan oprecht dat er gewoon een slang uitkomt. Als we daar nog beter worden, dan weet ik oprecht niet of we gaan overleven. Ja, dan moeten we echt geluk hebben. Ja, we moeten ook oppassen dat we hier niet kaart naar beneden blijven glijden, want dat gaat ook niet helemaal goed. Nee. We zijn wel snel beneden. Let's go. Oh. Hoppa. Oh shit. Snel beneden, we zitten hier al een half uur. Hou je mond. Ik had deze steen bijna tegen mijn enkel aan. Zo. Oké. Zo. Hij weg. I got some help. Oh, wandelstok. Bamboegas, culturele stokken. We zijn in een jungle. We zijn hier in de woestijn, want we doen bamboestokken hier. Gast, let's go. Dat is oprecht sick. Ja, thanks. Ik ga kijken of deze stok mij kan helpen. Ik denk het niet. Ik denk als deze stok breed dat ik dan ook kuit naar beneden val. Hop. Ja, nee, dat bedoel ik eens. Dat is niet zo slim. Nee, mijn stok. Nee. Kut. Check dit. Hey. Hop. Gast. Weet je hoe gevaarlijk dat is? Hè? Ik kan gewoon doodgaan. Hier. Nee. Wow. Oh. Als we gaan veel... Oh, ik doe bijna de split hier. Nee, maar zonder grap, hè. We moeten even veilig doen. Ik heb allemaal shit in mijn hand. Hey, we kunnen hier wel weer een klein beetje lopen, dus dat scheelt. Mijn voeten beginnen langzaam pijn te doen door de stenen. Mijn hoofd ook, maar dat komt door jou. Zo, gast, ik wilde hier niet chasen, maar als je zo doorgaat, pak ik je. Als je even beseft dat we helemaal daar naartoe moeten, dan moeten we echt nog wel een stukje. Echt nog wel dik 25 kilometer, gast. We hebben alleen nog maar deze berg gehad, hè? Ja, maar gast, weet je hoe lang deze berg was? Ja, best wel lang, dus we moeten echt gaan doorlopen. Anders redden we het niet voor het donker. Nee, dat weet ik wel zeker. En besef trouwens ook gewoon, als het niet lukt, dan moeten we oprecht de hele nacht door gaan lopen. En ik heb er echt geen zin in. Gast, en dan vertel je me nu pas. Hey, maar als we gewoon doorlopen, dan kun je vannacht wel gewoon in je hotel slapen. En na al dat klimmen en glijden waren we dan toch eindelijk weer beneden en konden we weer verder lopen. Alleen hadden we nog steeds één probleem. Als jij nou niet dat halve fles had opgedronken, dan hadden we nu nog drinken gehad. We hebben letterlijk nog maar een helft voor 25 kilometer. Maar toen zagen we in de verte ineens een riviertje, wat ons nog wel eens zou kunnen helpen. Let's go! Nee. Echt heel boom. Holy shit, nee! Dit is misschien gevaarlijker dan die berg. Hoe ga ik dit doen? Ik zit een beetje vast hier. Het is allemaal zand. Oh. Ga je zo makkelijk weg hier! Kijk, mooi is, ik wil hier gewoon even kijken, maar je kan ook gewoon via daar. Gaas, ben je serieus? Ja, ik zie je zo. Bro! Hey, ciao! En dit heb je me niet verteld? Kut, nee, jongen, ik die route afleggen voor niks. Wat Tobias misschien niet weet, is dat hier gewoon een makkelijke afdaling naar beneden is. En hij zojuist zijn leven heeft geriskeerd om gewoon naar beneden te gaan. Kijk, waar ik loop. Dit is wel echt heel mooi trouwens. Kijk, en daar loopt hij. Natuurlijk, weer een makkelijke route, hè. Wel een loser is het ook. Hij is niet helemaal goed wijs, maar hij denkt niet echt na over wat hij moet doen. Kan in ieder geval best wel goed lopen. Ja, nee, natuurlijk is hij weer sneller beneden, hoor. Wat zeg je allemaal, gast? Ja, rot lekker op. Dit is het kleine dingetje waar ik moeite voor moet doen. Ha!
Gast, dit is niks. Hij wist het ook gewoon, hè. Hij heeft het me gewoon niet verteld. En toen kwamen we aan bij een klif waar we naar beneden moesten klimmen. Jij nam hier de makkelijke route, maar veel succes. Ik zie niet eens een route eigenlijk. Het voordeel is wel, als we hier naar beneden gaan, is er wel lekker warm. Ik denk alleen niet dat we het moeten drinken. En besef ook gewoon die brandende zon de hele tijd, hè. Het is super makkelijk om gewoon verbrand te raken hier. Oh, besef ook gewoon dat al deze stenen allemaal loslaten die ik vast wil pakken. Ik kan amper ergens aan vasthouden. Dit is echt heel eng. Mijn hart, jongen, gaat helemaal tekeer. Jij gaat gewoon rustig mee naar beneden zitten. Ja, jij hebt hoogtevrees, ik niet. Ja, ik heb fucking veel hoogtevrees, gast. Gast, ik zit letterlijk met het randje van mijn voet zit ik gewoon op één steen. Deze steen die kan elk moment afbreken. Jij kan daar naar links, gast. Oh ja. Ja, daar zit ik dus naar te kijken, maar... Je stem trilt helemaal. Ja, ik vind het eng. Ik vind het echt heel eng. Dit is echt eng. Oh, ik moet daar dus heen, alleen ik kan er amper komen, want deze steen zit helemaal los. Oh, ik wil gewoon naar dat water toe, gast. Nee, Wil gaat gewoon weer omhoog, die poesie. Bro, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga terug omhoog. Gast, als jou dit lukt, dan heb ik echt mijn eeuwige respect voor jou. Ga je dan een stuk fly eten? Ja, is goed. Let's go! Ja, ik ga ondertussen even een andere route zoeken. Hey, yo. Yo. Nee, Wil, jij bent echt knettergek dat je dit gaat doen. Bro, dit is keieng. Jij bent echt knettergek. Jij bent echt gek. Holy. Kijk hoe recht het daar omlaag gaat. Dit is echt heel gevaarlijk. Oh, ga ik weer bijna weg. Je moet heel erg uitkijken waar je voet zet. Want als ik hier wegglij, dan lig ik daar. En dit, voor jullie lijkt heel laag, maar dat is oprecht 3 meter of zo. Oké, okay. Ja, ik kan hier heel makkelijk naar beneden. Dit is iets wat Tobias niet kan. Oh! Oh. Zo! Oh. Laat me zitten, laat me zitten. Laat me even ademen. Oh, dit is allemaal los. Wat is dit voor een video idee? Als het goed is, ben ik er bijna. Ja! Besef waar ik net omlaag ben gegaan. Dit stuk, dit rechte stuk. Het zou niet eens moeten lukken, maar ik ben er en ik heb mijn leven geriskeerd voor dit stuk. Holy shit, ik ben echt benieuwd wat Tobias is. Kijk, ik kan hier zoveel makkelijker naar beneden. Het is oprecht het domste wat ik ooit heb gedaan. En ik moet natuurlijk ook al deze taken voltooien, want anders moet ik hier oprecht al gaan slapen vannacht. En daar heb ik echt helemaal geen zin in. Tobias, wat doe je jezelf aan? Oh. En nadat we allebei naar beneden waren geklommen, waren we dan eindelijk aangekomen bij de rivier om even af te koelen. We lopen namelijk constant in de brandende zon. En ik heb dan nog een hoed op, maar jij hebt helemaal niks. Maar goed, zal ik een slokje nemen? Wil je oprecht een slokje nemen? Lijkt me niet heel slim. Ik ga gewoon een slokje nemen. Neem een slok. Fuck it. En ik ga mijn hoofd erin steken. Oh, dat is allemaal modder. Oh, dat is koud. Alles lekker. Lekker koud. Kijk, ik ga even een push-up doen. Hij gaat gewoon. Ah, zo. Dat is wel lekker verfrissen, man. Nee, het smaakt naar Nederlands kraanwater. Oprecht, het smaakt echt goed. Wow, joh. Maar heb je door dat je nu ook water hebt aangeraakt? Holy shit, gast. We hebben weer een achievement gecomplete. Water aanraken, gast. Let's go. Boom. Wil jij het ook even aanraken? Moet ik hem ook even aanraken? Ja, steek je hoofd erin, zou ik zeggen. Dat is best lekker, toch? Ja, dat is best prima te doen. Ja, toch? Weet je wat minder lekker is? Ik heb nu wel natte sokken, want er zitten gaten in je kroks. Dit is echt het beste gevoel wat ik ooit heb gehad in mijn leven. Holy shit. Het is best wel verfrissend. Ik voel me nou gewoon best wel prima. Ja, we kunnen weer doorlopen. Ja, we kunnen weer doorgaan. En toen we onszelf even hadden opgefrist, was het weer tijd om te gaan lopen. Aangezien we nog steeds een loco moeten vinden om deze challenge te kunnen voltooien. We zijn dus oprecht ook gewoon echt al 5 uur aan het lopen. En ik heb oprecht zoveel last aan mijn voeten. Dat is echt niet normaal. Die kroksje helpen daar echt niet bij. Nou goed, we moeten doorlopen. We moeten. Let's go. Wow, ik ga hier wel even springen. Wow. Besef trouwens dat de zon in de woestijn ook gewoon zoveel sterker is dan waar dan ook ter wereld. De zon die reflecteert gewoon rechtstreeks vanuit het zand weer terug omhoog. En ik heb er best wel last van, kan ik je zeggen. Ik al helemaal, want ik merk al dat ik een beetje rood begin te worden. En we moeten nog even een stuk. Nou, dan gaan we maar weer. Pak die val. Gast! Nou, ik ben wel snel beneden, dus dat scheelt. Ik heb helemaal geen zin in, helemaal geen energie meer voor. Ik heb geen water, ik heb honger. Ik kan niet eens omhoog klimmen zonder weg te glijden. Speed mode, gast. Gewoon omhoog rennen, denk ik. Maar wat hij niet heeft, is inzicht. Want ik loop gewoon weer lekker even een beetje om. Nou, heeft Tobias deze moeite gedaan voor jullie? Doe ik even 1 stapje zetten. Hop, en ik ben er ook. En nadat we ondertussen alweer uren hadden gelopen, kreeg Nevio ineens weer dorst en dronk het hele waterflesje leeg. Maar goed, na al dat lopen in de bak in de zon begon ik aardig geïrriteerd te raken en besloot om even een pauze te nemen. Geen water meer, we hebben geen eten, we hebben niks, ik ga je weg. Ga je even pauze. Ik ga even zitten, denk ik. Oeh, lekker pauze houden, lekker drinken. Heerlijk. Heb je nou zo eens een drink opgemaakt? Gast, echt joh, jij moet echt oprotten. Klaar nu. Maar ja, geïrriteerd of niet, we moeten doorlopen, anders komen we er namelijk nooit. Ik heb oprecht geen energie meer. En toen kwamen we ineens iets tegen wat leek op beschaving. Maar aangezien we al de hele dag in de woestijn lopen en hier niemand hebben gezien, is de kans vrij groot dat dit verlaten is. En ik hoop dat er iemand is die op mijn YouTube kanaal kan abonneren. Want als dat lukt, dan zijn we gewoon klaar hier en dan kunnen we weg. Laatste loodjes. Maar even, daar kunnen mensen zitten. En dit keer ga ik de moeilijke klim doen. Want ik zie even geen betere mogelijkheid, maar dit valt wel mee, denk ik.
Nou, dat is easy, gast. Moeilijke claim. Ja, dit zag er moeilijk uit. Dit is al gebouwd door de mensheid en volgens mij zie ik daar elektriciteit. Als dat zo is, betekent dat dat in gebruik is. En als dat in gebruik is, zijn we klaar. Want dan kan je iemand laten abonneren. Als hier niemand is, dan weet ik niet wat we dan moeten doen. Maar dit is het eerste gebouw wat we zien. Dit is gewoon een soort rieten schuurtje. Ja, ik weet niet wat hierin gebeurt, maar ik ben blij om het te zien. Deze crocs beginnen pijn te doen. Of ja, dat begonnen ze al heel lang geleden, maar ze doen nu echt pijn. Ja, dan beseffen we gewoon echt al de hele dag een stukje plastic aan het lopen zijn. En geloof mij, dat is niet comfortabel. Gast, deze hele rit is niet comfortabel. Ik loop op plastic, ik heb geen drinken, ik heb geen eten, ik verbrand bijna. Nee, je wordt echt rood, gast. Ja, je moet echt oppassen. Mijn nek begint een beetje, die brandt echt volgens mij. Gast, kalm, stroom! Yo. Maar dat betekent wel dat we de goede kant op lopen. Er is hier helemaal niemand. Waarom is hier niemand? Ik dacht bijna dat we er bijna waren, maar... En aangezien het verlaten bleek te zijn, moesten we weer verder lopen. En besloten om weer te verkennen in de hoop dat we iets van beschaving tegenkomen. Hoe blij ik ben als ik mensen ga zien. Ik wil gewoon een ander persoon spreken dan Tobias. Maar toen zagen we ineens een weggetje wat misschien wel leidt naar de bewoonde wereld. En na nog een paar uur gelopen te hebben, zagen we in de verte weer iets staan. En dat zag er nogal bijzonder uit. We kunnen wel even gaan kijken. Dat is het minst wat we kunnen doen. Laten we gaan checken inderdaad. Zo recht zo. Ik hoop echt dat er mensen zijn, want ik heb echt barstende koppijn. Ik moet echt wat water drinken. Dadelijk ook, dus ik hoop echt dat ze water hebben. Ja, ik hoop het ook, gast, want ik heb best wel dorst. En mijn keel begint ook best wel pijn te doen. Een beetje schor of zo. Jongen, ik kan echt ieder moment gewoon nokkie gaan. En toen kwamen we aan bij een huisje waar oprecht gewoon mensen waren. Hallo, I have a question. Do you have YouTube? No. Can you subscribe to our YouTube channel? Ah, sweet. Thank you very much. Thank you. Gast, we hebben het gewoon gehaald. Ja, holy shit. Met al die tijd, gast. Let's go. En de zon is ook bijna onder, zoals je ziet. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan hier beneden. Compleet gratis, eventjes doen. En abonneer ook eventjes op Nevio. Eerste link in de beschrijving. Dus Yes. Doei. Ciao, ciao.